Welkom bij een nieuwe video. Ik ga vandaag mijn lichaamsverzorging en haarverzorging uitzoeken. Ik begin zo met dit gedeelte, maar dit is niet alles, want ik heb ook nog hier wat producten staan. En deze laatste zit ook propvol, dus daar ga ik ook mee aan de slag. Ga dus hiermee aan de slag zo. Producten die ik zelf hou, die zet ik weer terug op zijn plek. En dan gaan producten ook in de donatietas. En hele nieuwe producten en zo geef ik weg ook aan vrienden, familie en voor bijvoorbeeld een winactie. Ik heb jullie even op een standaard hier zo gezet. Dus ik hoop dat het goed staat. Ik begin even met spullen die ik zeker weet die ik wil houden. Dit is Philosophy Cozy by the Fire. En deze ruikt een beetje naar Mesa Mobila by the Fireplace. Dus die wil ik houden. Kylie Skin, de cleansing. De Make-up Melting Cleanser, cleansing balm. Van... Deze lichaamscrub, die kan in de doneertas. Deze Batiste Rose Shampoo kan in de doneertas. Deze Vanilla Pumpkin, wat is het voor in bad volgens mij? Ja, een badbom. Die doe ik ook in de doneertas, maar misschien dat ik deze nog een keer bij een winactie doe. Maar we hebben geen bad, dus deze gaat weg. En van de Body Shop deze Tea Tree, wat is het? All-in-one stick. Doe ik ook in de tas. Want ik heb best wel een droge gevoelige huid. Ik denk niet dat dit een hele goede match gaat zijn. Deze Sol de Janeiro Minis. Een conditioner, shampoo en shower cream. Die hou ik, want deze heb ik pas nieuw. Dus die ga ik straks in de badkamer zetten. Dan heb ik hier een Clarins Dubbel Serum. Ik heb er één hier staan bij mijn huidverzorging. En ik heb er beneden nog één liggen. Dus ik ga deze wel bewaren als backup. Maar die andere die ik beneden heb liggen, die doe ik dan in de winactie. Maar deze zet ik weer even terug in de kast. En dan heb ik ook een... Wat is dit? Tonic Bad & Shower Concentrate over Clarins. Deze ruikt super lekker, dus deze ga ik ook in de badkamer zetten. Ik heb nog twee producten van Sol de Janeiro. Die ga ik ook bewaren, want die heb ik net nieuw. En deze Vanilla Pumpkin... Whipped Body Butter van de Body Shop. Die ga ik in de doneertas doen. Van Lancaster heb ik deze Golden Tan Maximizer. After Sun Oily. Ik kan olie nooit uitspreken in het Engels. En mijn vriend moet daar altijd heel erg hard om lachen als ik mijn video's bewerk. Maar ja, dat krijg ik er niet uit. Maar deze olie geeft echt maar hele mooie goudkleurige glitter. En vooral als je dan in de zon hebt gelegen en je huid wat bruiner is. Is dat een heel mooi effect. Maar het is winter, dus ik ga deze wel bewaren. Maar ik zet deze even terug in de kast. Dus niet hier, maar in de kast. En aankomende zomer, of lente, pak ik hem er weer bij. Van de Body Shop heb ik een Ginger Scalp Serum. Die wil ik nog heel graag proberen. Maar het staat hier al een tijdje, dus die ga ik even in de badkamer zetten. Zodat ik hem ook echt ga gebruiken. En van Grow Gorgeous, de Defense Anti-Pollution Leave-In Spray. Die gaat in de doneertas. Het schiet er lekker op zo. Van KMS, als ik het goed uitspreek, heb ik een shampoo, conditioner en een haarspray. Een leave-in spray volgens mij. Ja, die wil ik ook nog proberen. Dus die gaan ook de badkamer in. Deze handcreme van de Body Shop, die ruikt dus naar vanille pumpkin. En dat is mijn lievelingsgeur. Deze heb ik al een beetje gebruikt. Dus die zet ik hier straks neer. Zodat ik die, Ik weet niet. Zodat ik hem in ieder geval kan gebruiken. Een shampoo van de Body Shop en een conditioner van L'Oreal in het klein. Gaan ook de badkamer in. Van het merk Sense heb ik weer een olie treatment voor het haar. En voor het lichaam volgens mij ook, als ik het goed aan... Voor hair en skin, ja. Die gaat bij mij heel even in de kast, omdat ik nu van Olaplex producten gebruik. Maar deze bewaar ik wel, want ik vind het een heel fijn product. Maar ik ben even iets anders aan het testen momenteel. Deze Body Shop scrub hou ik. Die gaat de badkamer in. En deze mini crème de corps van Kiehl's geef ik aan. We gaan verder naar de bakken die hier in de kast staan. Ik ga daar gewoon wat uitpakken. Want als ik alles op tafel moet leggen, zo, dan ben ik 3 keer langer bezig. Dus ik ga het even wat simpeler doen. Als eerst haarverf. Ja, die hou ik. Alleen ik vraag me af, ik heb zwart haar, of dit wel gaat pakken. Maar ja, ik bewaar het wel. Kijk, waar ligt dit neer? Kijk, deze heb ik nu in, dus die zet ik gelijk ook op mijn tafel neer, want ik moet van de week mijn haren verven. Deze van Pixi, de Glow Tonic, doe ik in de doneertas. Zoals ik net al zei, de doneertas gebruik ik voor winacties, maar ook om spullen te doneren aan een goed doel. Of bijvoorbeeld een voedselbank, maar ook voor familie en vrienden. Maar ja, dat is gewoon een big shopper die onder de tafel staat. Daar gaat deze in, want ik heb hier een heel groot formaat van.
Gezichtsverzorging en make-up haal ik er even uit, want dat is voor een andere video. Van Maria Malky Cosmetics gebruik ik dit graag om mijn kwasten mee te reinigen. Mijn make-up kwasten. Een manicure setje. Dit is een scalp brush voor je hoofd, zeg maar. Die zat in een adventskalender van, ik dacht van Look Fantastic of van Glossybox. En dit wil ik nog wel heel graag gaan uitproberen. Dan heb ik, kijk maar, badzout. Oh, een maskertje hoort eigenlijk bij de huidverzorging, maar die bewaar ik wel even. Badzout. En een voetmasker. Dit wil ik aankomende zomer weer gebruiken, want dan worden je voeten lekker zacht van. En verwijdert ook het eelt, zeg maar. Van Marlies Müller, als ik het goed uitspreek, heb ik de Keratin Cream Oily. Deze is al gebruikt, die zet ik in de badkamer neer. Dan heb ik van het merk Kundal. Het Koreaans merk. Een shampoo en een conditioner klein. Bewaar ik ook, handig voor de vakantie. Deze spray gaat naar Sterren de slaapkamer. Is voor het haar. Is een haarmist van de Body Shop. Een voetmasker van Essence. Hier heb ik een andere tube van. En die werkt niet. Dus, tenminste niet voor mij. Dus die ga ik in de doneertas doen. Ik gebruik liever de producten van Scholl. Dus ja, die bewaar ik. Dit is voor de make-up video. Dit is Lancaster, de Sun Effect Infinity Glow. Die bewaar ik. Dit is van, als ik het goed heb, is dit zeg maar voor een handmist. Om je handen te reinigen. Heb ik al heel veel dingetjes van, dus deze gaat in de doneertas. Voor Clarins, de UV Plus SPF. Wat is dit? SPF 50. Dit is een zonnebrandcreme. Voor het gezicht. En van Skinny is ook een zonnebrandcreme. Alleen dit heeft volgens mij ook een kleurtje. Dus, maar ja, weet je, dit gebruik ik de lente pas, dus die laat ik hierin staan. Van het merk Pixi heb ik een tijdje geleden een PR-pakket gehad. En daar zaten deze stencils in, zeg maar, om zwartjes mee te maken. Ja, bewaar ik wel, maar of ik het ooit ga gebruiken, ik heb geen idee. Dan de volgende producten. Ik heb hier een tanning mitt van Australian Glow, die bewaar ik. Van Pink Jellock heb je zeg maar zo'n meng nail art palet waar je dingen mee kan mengen. En een tool. Nou, ik gebruik dit niet. Ik ga vragen of mijn dochter dit wil hebben. En anders ja, gaat hij ook in de doneertas. Dan heb ik hier ook wat supplementen staan en dingen. Van Visalis heb ik wat is dit? Aroma spray, Brit Freely. Weet je, Engels. Ik ga heel even kijken of ik dit zelf ga houden. En dan gaat het ook in de doneertas. Dan heb ik Kilpasius. Die ga ik wel zelf houden. En dan ga ik deze, die spray, wat dat ook is, die gaat in de doneertas. Doe hem gelijk even. Hop. Collageen van Swiss. Doe ik in de doneertas, want ik wil dit ga gebruiken. Dat zijn shortjes. Ja, weet je. Als ik die al gebruik, hoef ik die andere niet te hebben. Dus deze hou ik. Deze gaat in de doneertas. Ik zag in de kast nog meer liggen. Deze body scrub. Of nee, wat is het? Body mousse van Ziaya. Die gaat in de doneertas. Deze Flamingo wax kit. Body wax kit gaat ook in de doneertas. Ik vind dit echt een heel toffe merk. Maar ik gebruik hier liever de scheermesjes van. Ik ben niet zo van de waxstrips. Van Pink Jellock nog wat tools. Die gaan naar mijn dochter. En van Pixi nog een verpakking met reinigingsdoekjes. Die gaat hier. Bij de andere. Die dus net dat ik nog een hele grote fles Michelin water heb. Ik had gisteren een nieuwe besteld. Die is onderweg. Maar ja, soms vergeet je wat je hebt. Dus deze gaat naar de badkamer. En van Visalis heb ik nog een, volgens mij een neusspray. Ja, die hou ik ook wel. Je weet maar nooit wanneer je het nodig hebt. Nog een tool van Pink Jellock. Deze gaat ook naar mijn dochter. Deze body spray ruikt heel erg lekker. Maar ik heb echt zoveel lichaamsproducten dat ik deze... even kijken wat ik ermee ga doen. Ik denk dat ik hem aan een vriendin geef, want hij is wel een paar keer gebruikt. Maar ik vind het zonde om weg te gooien. En hierin zitten... ja, zelfbruiners. En om het lichaam te verzorgen, een body lotion, die hou ik. Van Kylie Skin een hand sanitizer en een spray. Kijk, die kan weg. Die gooi ik weg, want die is echt al heel oud.
Deze Nuxe olie bewaar ik ook. Nog een vernieuwde pumpkin handcreme. Ik denk van vorig jaar, want ik heb die van dit jaar daar liggen. Dan ga ik deze... zit die dicht? Nee. Ja, die ga ik wegdoen, want die is al een jaar oud. Of ik kijk nog even wat ik ermee ga doen. Maar die gaat hier in ieder geval weg. Zelfbruiner van Outstanding Glow. Van Clarins. Die gebruik ik graag. Een zonnebrandstick van Clarins. Die heb ik met heel veel liefde gebruikt. Maar deze is dus afgelopen zomer gebruikt. En het is een stick voor het gezicht. En omdat ik die dan heb gebruikt samen met mijn dochter. En we gaan volgend jaar wel, of dit jaar inmiddels... wel op vakantie, maar vind ik het niet zo hygiënisch. Dus ja, die gaat weg helaas. Een mini glow mud maskertje van Pixie zit dicht. Die gaat in de doneertas. En nog een pink gelak tool. Die gaat inmiddels bezig met onze badkamerkast. Ik wil nog wel even zeggen, ik ga geen voor- en nafoto laten zien of video. Want alles wat weer in de kast gaat, zet ik gelijk terug. Want anders heb ik geen plek. Dus ja, je ziet wat ik weg doe, wat ik hou. En met mijn parfumcollectie opruimen hoop ik dat wel te kunnen laten zien. Maar laten we snel verder gaan, want ik heb nog genoeg te doen. Allereerst Snow Fairy, die blijft. Dat is mijn lievelingsgeur van Lush. Van OMAK heb ik een cleansing gel. Die is wel gebruikt volgens mij. Ja. Dus die ga ik verder opmaken. Vind ik niet zo fris om dat weg te geven als het al gebruikt is. Mijn favoriete scrub, als je mijn empties hebt gezien, heb je hem daar voorbij zien komen. Deze ben ik aan het gebruiken momenteel. Deze is nog dicht. Deze gaat in de badkamer en deze gaat in de voorraadkast. Die ik net heb opgeruimd. Zo blijf ik bezig. Deze cleansing olie van de Body Shop ben ik ook aan het gebruiken. Daar heb ik pas een review over geschreven. Deze soft scrub van de Kruidvat is gewoon prima om te gebruiken. Ik heb al een keer tube opgemaakt. Maar deze is nog nieuw, dus die kan ik in de toneertas doen. Hoppakee. Haarlak van Sterren. Ik vind deze trouwens heel vies ruiken. Maar ja, zonde om zo'n bus weg te gooien. Dus die gaat zij gebruiken. Ik gebruik sowieso nooit haarlak. Douchegel van... wat is dit? Trekkomon. Dan heb ik van Batiste nog twee flessen. Die ben ik aan het gebruiken. Deze is nieuw, dus die gaat in de doneertas. Deze gaat in de badkamer. Een mini haarlak van L'Oréal. Ook voor Sterren. En een set-in... wat is het? Set-in care van Gillette en Olay. Scheerschuim, die bewaar ik natuurlijk. Olaplex blijft. Daar kan ik lang of kort over praten, maar die blijft. Deze gezichts... wat is het? Eye Makeup Remover van de Body Shop. Die kan weg. Deze douchegel Joy & Jasmine is net nieuw van de Body Shop. Maar omdat ik al zoveel heb, ga ik hier iemand anders blij mee maken. Deze cleanser van de Body Shop, de Vitamine E Gentle Face Wash, gebruikt Sterren graag. En dan heb ik nog een shampoo en conditioner uit de Ginger Line van de Body Shop. Die zijn nieuw. Maar ja, bewaar ik ook. Want bij ons vliegt de shampoo en conditioner er doorheen. Dus ja, ik vind dit ook wel fijn om als volgende... bij de volgende stapel. Van OMAK heb ik een Purifying Mud Mask. Die heb ik wel een paar keer gebruikt. Is ook al te zien een beetje aan de tube. Die gaat weg. Prima product, maar ik heb andere producten die ik liever gebruik. Een mini make-up remover van Douglas. Die blijft. Even kijken. Deze. Wat is het? Gezichtscreme van Clarins gaat weg, want die is oud. En deze van Pixie vind ik niet fijn. Is gebruikt, dus die, ja, die moet ik ook helaas weggooien. Maar ja, ik kan hier niemand anders blijven. Marianella, een haarmasker die nieuw is, die blijft. Ik heb hier een repair shampoo van eCooking. Die gaat in de doneertas. De douchegels van Nivea, Dove en Lush. Ja, die blijven, want douchegels wordt gebruikt. Mondwater ook. Scheerschuim ook. Deze olie van Essence, die blijft ook. En deze mineral micellar milk. Bijna het laatste kastje. Van Fresh heb ik deze douche pas gekocht. De brown sugar. En die ruikt echt heerlijk. Van eCooking kan deze conditioner weg. Want ik heb net de shampoo weggedaan. Dan kan deze bij in de donatietas. Dan heeft degene die het krijgt een setje. Deze producten zijn van Sterra. Die is echt gek op rituals. Die blijft. Deze gaat weg. Dat is een shampoo. Maar die is leeg. Van Weleda heb ik twee douchegels nog. Met lavendel en
de Relax aromatherapie. Die gaat weg, want ik hou niet van lavendel. En ik ga heel even kijken hoe deze ruikt. Oh, er zit ook lavendel in. Dus die gaat ook weg. Van Kylie Skin heb ik een coconut body wash. Die blijft. Kan ik eigenlijk best wel snel over zijn. Shower scrub blijft. Dit is van Noah B. Hoe dat ook heet. Is best oud, dus die kan weg. En voor de rest zijn het weer doucheproducten zoals shampoo. En hoe heet het? Douchegel. Ja, dat blijft de items. Ik heb de laatste laan niet helemaal leeg gehad. Omdat het vooral douchegel is. Zoals van Balea. En ja, dat hou ik gewoon. Want dat is nuttig. Ik heb hier nog wel een haarspray. Sisal spray van André Lon. Die is al jaren oud. Dus die gaat weg. En ik zag nog een kleintje van Nivea. Die gaat ook. Ik heb jullie even van de standaard afgehaald. Ik ga nu alles opruimen. Daar staat nog wat. Hier staat nog wat. Daarom kan ik niet echt een goede na voor en na laten zien. Maar de tas zit propvol. Dus dat breng ik binnenkort weg. En ik hou binnenkort een winactie. Hou die zeker in de gaten. En ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Tot de volgende video.